Nee, en er blijven nog steeds allerlei coronamaatregelen van kracht. Te beginnen met de mondkapjes. Die blijven verplicht in het openbaar vervoer. De trein, bus, het vliegtuig, de boot naar de Waddeneilanden, etc. Er verandert wel iets. Op het station hoef je hem niet meer op. En op Schiphol hoeft hij pas op voor beide security. Dan de corona-check-app. Nou, die moet je vanaf morgen op veel plekken laten zien. Zoals in de horeca, in cafés en restaurants. Maar wel alleen binnen. Buiten op het terras hoeft niet. Ook bij culturele instellingen moet je een coronabewijs tonen. Denk aan een theater, bioscoop of concertzaal. Dat geldt ook voor grote festivals en professionele sportwedstrijden. Een corona-check-app is niet nodig in pretparken, winkels, ziekenhuizen of in overheidsgebouwen. En wat ook blijft, alle horeca moet nog steeds om 12 uur 's nachts dicht. Ja, en die krijgen er dus ook de controle van dat coronabewijs bij.